Kijk, het is helemaal klaar. Maar ik heb geen betere eerste dag kunnen zetten. Ik ga mijn allereerste nieuwsbrief eruit sturen. Zo spannend. Oké. Okay. Graduation party. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend. Het is 9:50. Ik ben me aan het klaarmaken, want ik ga zo meteen lekker in een, ik wou zeggen een ijsbad, maar ik ga cryo doen bij Renaissance. En kijk hoe mooi deze concealer is. Hij blendt letterlijk bijna in mijn eigen huid. Het is van Eborian en het is echt gewoon letterlijk een soort skincare. Echt heel mooi. Maar ik ga dus in cryo. Dat is dus een vriezer. Super leuk. En daarna leg day met Coco. En daarna lekker thuis werken. I love it. Dit is de week dat ik live ga met mijn eigen werk. Oh mijn god. Ik ga deze zondag live met Redefine. Er moeten echt nog een hele hoop. Er moeten echt wel wat dingetjes nog gebeuren, zeg maar. Dus ja, het wordt een drukke week. Maar met alleen maar leuke dingen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik heb er zo. Zoveel zin in, dat is niet normaal. Ik wil vandaag ook even mijn nagels weer laten doen, want het ziet er echt niet meer uit. Ik was eigenlijk even een stukje korter. Ik ben die lange nagels zo zat. Dus ik moet even een stukje korter. En we doen nu gewoon even snel het opmaken. Echt super leuke week. Ik heb ook echt allemaal leuke etentjes staan. Allemaal gezellige dingetjes. Ook lekker veel thuis. Ik merk echt dat ik veel rustiger en blijer word als ik een werkweek thuis heb, totdat ik veel de deur uit moet. Misschien heb je het ook wel gemerkt. Ik ga veel minder naar influencer events. Ik heb er vaker ook wel TikToks over gemaakt. Of, nou, TikToks over gemaakt. Ik heb het wel eens benoemd in TikToks. Want ik vind heel veel influencer events gewoon best wel draining. Gewoon, ja, als ik weet dat het een leuk event is, dan ga ik erheen. En het heeft echt niks met de merken te maken, want de merken doen echt hun best. Maar de sfeer dat het soms op een influencer event kan hangen. Ja, daar word ik gewoon heel, ja, het zuigt me gewoon leeg. En ik wil niet dingen doen wat me leeg zuigt. Ja, je gaat er echt heen voor je plezier en om het merk te ontmoeten. Soms ga ik dan ook wel echt langs als ik weet dat ik daar wat veel mee samenwerk om de klant te ontmoeten en even te netwerken. En dat is gewoon leuk. Maar ja, het ziet er allemaal zo leuk uit op Instagram, maar ik voel me er gewoon niet echt heel erg thuis. Ik voel me gewoon heel erg gewoon alsof ik er niet thuis hoor ofzo. Of er niet. Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon echt tot de conclusie gekomen dat ik heel druk heb en het zonde van mijn tijd vind om dan naar dat soort dingen te gaan. Want het kost gewoon echt heel veel tijd. Ja, er zijn echt nogmaals, er zijn echt super veel leuke events. En ik ga nog steeds naar events, maar ik word gewoon voor zoveel tijd genodigd. Ik kan er niet gewoon allemaal heen. En ik heb gewoon zo vaak gehad dat ik ergens ben geweest. Ik denk, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Waar heb ik eigenlijk mijn tijd aan verspeeld? Weet je wel. Ik ga gewoon wat selectiever met mijn tijd om. Het is gewoon lastig, want ik moet heel vaak nee zeggen. Ik word uitgenodigd voor zoveel leuke dingen. Zoveel, ja, kansen. En ja, je moet echt de hele dag door nee zeggen. Zoveel mensen willen wat van je. Of, nou, gaat ook weer nergens. Maar gewoon, er wordt de hele dag doorgevraagd. Wil je samenwerken met dit? Wil je hier naartoe? Wil je hier naartoe? Wil je hier naartoe? Wat een blessing is. Echt. Blessing. Maar daar moet je wel selectief gaan zijn. Want je hebt niet unlimited tijd. Je moet ook gewoon nog werken, weet je wel. Het is niet allemaal lang leven de lol. Dus ja, dat eigenlijk. Ik hoop dat jullie begrijpen. Niet dat ik echt zo ziek verwend overkom. Want zo bedoel ik het echt niet. Ik voel me echt super blessed dat ik überhaupt word uitgenodigd. En dat is natuurlijk super leuk al. Maar ja, je moet soms gewoon even je prioriteit. Dat is het. Je moet gewoon even je prioriteiten op een rijtje hebben. En denken van, wat is nu belangrijk voor mij? En waar ga ik mijn tijd aan spenderen? Dus dat eigenlijk. Zo, een beetje blush. We kunnen nooit te veel blush hebben, nooit. En een poeder, ik heb de laatste tijd dus af met deze poeder van Laura Mercier, de Translucent. Die is echt geweldig. Een beetje hier ook. Die is zo fijn. Ja, echt heel dekkend. En ik heb het gevoel dat het hierdoor echt super goed bleef zitten allemaal. En dan een setting of een setting spray eroverheen. Dan zit het echt de hele dag top. En ik doe dit eigenlijk een beetje onder mijn ogen en op mijn T-zone. Want daar ben ik heel vettig. Ik heb best wel een vettige huid. Ik glimt het niet zo. En dan is het hier al gewoon een beetje glowy, natural. Maar op mijn T-zone moet ik echt even een beetje afpoederen. Want anders gaat het helemaal niet. Ik ga even een highlightertje opdoen. We zijn eigenlijk alweer klaar. Ik ga niet helemaal full glam. Ik heb eigenlijk de laatste tijd alleen maar, ik heb überhaupt nooit meer foundation op. Ik heb alleen concealer, een liquid bronzer, liquid blush en een highlighter. En dan poeder ik het af. Dat is het letterlijk. Meer doe ik niet op. En het ziet er wel geweldig uit. Ik heb helemaal mijn routinetje onder de knie. Ik ben ook echt binnen 5 minuten klaar. Even wapperen. Het scheelt dan ook wel echt dat ik powder brows heb en een brow lamination. Dus
zeg maar, mijn wenkbrauwen hoef ik niet te doen. Dat scheelt echt al heel. Ik doe mijn powder brows bij Anna Stroeve in Purmerend. En ik doe mijn wenkbrauwen bij Arch Brows. Zeg maar, mijn brow lamination om de 8 weken. Bij Arch Brows in Amsterdam. Dus A-R-C-H. Arch Brows. Beetje mascara op. Ja, en dan zijn we helemaal ready voor de. Ik ben nog steeds zo blij met mijn lenzen. Echt, what the fuck. Ik snap echt niet waarom ik mijn leven zo moeilijk heb gemaakt. Dat ik dit niet gewoon eerder deed. Maar ik was echt in denial dat ik gewoon te blind was. Echt een sukkel ben ik. Dan gaan we er vandoor. Oké, ik heb even lekker gesport. Trio gedaan. Ik had nu een pizza gemaakt op een wrap. Met kip, paprika en ui. Een soort barbecue chicken. Super lekker. Vullings. Yum. I like this a lot. Alright, ik heb vandaag een beetje werk gedaan. Maar ik merkte dat ik even niet lekker in de flow zat. En ja, ik heb wel gewoon gedaan wat ik moest doen. Maar het ging allemaal even net niet ofzo. Ik heb nu lekker pasta. Macaroni met verse pasta saus. Ik kan het geen meal noemen, maar het is een meal. En I'm fine with it. Ik heb gewoon honger en geen zin om moeilijk te doen. Dus this is it. Oh my god, guys. Ik heb net mijn proteïne shake in de blender gedaan met een ijsklontje. En dit is zo creamy en foamy. Het is gewoon een luchtje. Het is gewoon een wolkje. Het is zo lekker. Ik heb gewoon alleen de Vitakruid proteïne shake, proteïnepoeder, vanille proteïnepoeder gedaan. Want trouwens, Vitakruid altijd bestellen met mijn kortingscode Sarah. En dan krijg je 10% korting. Linkje zit in de beschrijving. Maar oh my god, dit is zo lekker. Dit is zo foamy en zo lekker. Ik vind het niet normaal. Goedemorgen, man. Het is 6:30. Het is ochtend. No shit. En we gaan weer even lekker een long run doen. Een zone 2 long run. Dus zone 2 is dat je gaat kijken naar je hartslag, hoe hard je rent. En als dat op een bepaalde lage hartslag is, is dat dus beter om je uithoudingsvermogen, je techniek, je vorm. Het is gewoon heel veel voordelen om dat te verbeteren voor het hardlopen. Dus we doen dat sowieso 1 keer in de week op dinsdagochtend. Superleuk. Dat gaan we even doen. Helemaal leuk. Een AME-vriendinnetje komt hier nu heen. En dan ga ik samen met Bo ook meeten bij het Amsterdamse Bos. En dan gaan we daar lekker rennen. Ik ben terug van het hardlopen. Ik heb me even gedoucht en klaargemaakt. Zo chill, want het is nu 10:30. En ik heb al wat gefilmd. Ik heb al wat gedaan. Ik heb lekker ontbijt nu. Ik heb gesport. Ik heb al iets van 800 calorieën verbrand. Ik ben lekker gaan eten vandaag. 750, ja, dat is normaal. Dus ja, heerlijk. Ik doe altijd een long run op dinsdag. En dan een zone 2 run. Ik heb altijd water drop in mijn water. Ik kan echt niet meer, het is eigenlijk best wel slecht, niet meer water zonder drinken. Ik vind het gewoon zo lekker. En ik krijg gewoon extra vitamintjes binnen. I love. Ik heb nu lekker een broodje met kipfilet, een gebakken ei, feta, een sriracha. Mijn haar zit echt goed. Ik heb het echt goed gefund. Daar ben ik echt heel blij van. Ik heb 1 samenwerking, heb ik al gefilmd. Die moet ik editen. Ik moet nog van Batavia stad even editen. En vanmiddag om 3 ga ik weer terug naar Stan voor het verfilment. Want daar moet ik nog wat dingetjes regelen. Zondag gaan we natuurlijk live. Ik ben helemaal weer positief opgestaan vandaag. Gistermiddag was echt even mijn dag niet. Maar it's okay, it's fine. Die dagen moeten er ook zeker zijn om bijvoorbeeld vandaag weer heel erg te waarderen. Ik heb echt een heel leuk pakketje binnen van Look Fantastic. Ik heb even weer restock gedaan on all my favorites. Want waren op of waren nodig. Dus ik ga die even laten zien. Jullie weten, ik werk al jaren samen met Look Fantastic. Doorlopende kortingscode SARAVLF. Altijd voor de lopende korting. Kan je die invullen en pas je automatisch toe. Linkje staat in de beschrijving. Ja, ik ga even laten zien wat ik heb. Ik heb als eerst even vandaag op mijn droogshampoos. En ik heb ze gewoon even keer 5. Want hij is heel vaak uitverkocht. En ik vlieg door de droge shampoos heen. Dat is echt, het laat helemaal nergens op. Mijn haar wordt gewoon heel snel vettig. En ik ben dus naar die Japanese head spa geweest. En ze zei dat ik echt wel vaker mijn haar kan wassen. Want ik deed het dan nu 2 keer in de week. Of soms 1 keer in de week. Omdat dat beter schijnt te zijn. Maar als je gewoon een goede shampoo hebt, maakt dat eigenlijk niet heel veel uit. Als je dan heel veel droge shampoo producten gebruikt, is dat ook niet goed. Maar dit is mijn favoriete droge shampoo. Hij is echt maar een paar euro. Hij ruikt gewoon, ruikt gewoon mega lekker. Is gewoon original. Geen volume. Gewoon puur droog shampoo. Ja, ik vind hem top. Floral Scents. Ja, ruikt zo lekker. Ah,
Nou, en ik vind het gewoon top. Ik hou gewoon van deze. Hij is goedkoper als Batiste. En je kan hem zelfs met korting kopen. Ja, ik vind het niet normaal. Ik vind hem zo top. Dan heb ik een hele leuke kaars van Replica. En dit is de geur Autumn Vibes. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga meteen ruiken. Ik ben zo fan van dit merk. Stam ik hier ook een luchtje van bij de Fireplace. En ik had het luchtje Beach Walk. Zo lekker. En dit is nu Autumn Vibes. Nou, ik vind het ook helemaal Autumn Vibes. De blaadjes vallen van de bomen. Het is helemaal Autumn Vibes. En dit staat gewoon super leuk in je interieur. Mmm, oh, ruikt zo lekker. Niet normaal. Helemaal geweldig, de peldie. Dan, nou, dit is ook mijn all-time favorite product. Ik ben hier ook viral op gegaan. TikTok, en dat is deze primer van Yves Saint Laurent. En dit is een mascara primer. En ja, zoals je kan zien heb ik ook echt hele lange wimpers nu. En het komt echt door die primer. Daar blijft het ook echt zo mooi en lang zitten. Deze primer, hij is dus roze. De krul je wimpers, dan doe je die primer op. Laat je het opdrogen. Ik heb ook al mijn vriendinnen ermee geïnfluenced. En dan doe je mascara en dan zit het gewoon de hele dag zo recht overeind. Echt... ja, amazing. Ik vind het echt top. En die was bijna op, dus heb ik ervoor gerestockt. En die is ook heel vaak uitverkocht. En dan nieuwe mascara, Too Faced, Better Than Sex. Ik heb deze een tijd gehad. Nu heb ik even de eentje van Charlotte Tilbury. Maar ik heb even weer de Better Than Sex. Die is echt geweldig ook. Echt, echt een top mascara. Gewoon lekker zo'n dikke volume. Hoppata. I love it. Die dus. Dan deze Clinique Take the Day Off. Cleansing balm. Was laatst op een kliniek event. En kreeg een skin analyse. En toevallig gebruikte ik dit product ook altijd. Maar dit is dus echt voor mijn huidtype het beste om mijn oogmake-up en mijn make-up goed te reinigen en eraf te halen. Dus die ook weer. En als laatst een nieuwe blush. Want mijn Orgasm blush van NARS was gewoon helemaal op. Dus ik heb een nieuwe en ik heb nu in de kleur Orgasm Rush. Die is iets meer donkerder of zo. Die andere is wat meer rozig. En deze wat donkerder. Ik denk wel wat mooier voor de herfst of zo. En dan ook weer wat rossiger. Ik dacht, nee, misschien had ik wat meer rode kleur. En ik hou voor de Orgasm Blush. Dus ja, dat waren eigenlijk de productjes. Sarah VLF, dus voor korting. Ja, staat in de beschrijving. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ja, woensdagochtend. Ik heb nu een verjaardag van mijn oppasmoeder van vroeger. En dat is echt een soort mijn tweede moeder, want zij heeft echt mijn hele jeugd op mij gepast. En ja, we hebben nog steeds tot vandaag heel veel contact. Dus ga ik even gezellig langs. En daarna vanmiddag ga ik gezellig met Bo sporten en werken. We gaan nog een cryo doen. En ja, helemaal leuk dagje. Helemaal chill. Ik heb vanochtend bij Stan even gewerkt. Ja, helemaal top. Goedemorgen allemaal. Het is donderdagochtend. Bootje is gezellig blijven slapen. Ik heb dus helemaal niet gevlogd. Wat echt heel leuk. Nee, dat dacht niet. Nee, wat echt interval training. Zijn er Joan Juice geweest. Hebben cryo gedaan. Nou, dat heb ik allemaal niet gefilmd. Nou. En we gaan dus nu de tweede helft van de High Rocks doen. Vorige week hadden we de eerste helft gedaan. Dus ja, wordt weer heel spannend. Nou guys, de eerste helft, of de tweede helft van de High Rocks ging echt mega goed. Die is eigenlijk dus moeilijker en zwaarder. Maar ik heb hem sneller gedaan, omdat ik sneller heb gerend. Dus heel blij mee. Ik heb nu even een kleine lunch, want ik had net echt super veel havermout op. Een saletje met kipgrillworst, met kaas en de airfryer saus en twee eitjes. En ik ga weer werken. Allereerst een nieuwsbrief eruit sturen. Zo spannend. 3, 2, 1. Ik vind het echt heel eng. Ik mag verzonnen. Ja, doe dat even. Ja, maar ik zit wel te spammen. Er staat nu scheduled. Ik moet op een bepaalde tijd. Dat is niet waar. Volgens zegt nu. Wat een stuk maar. Hij zegt vandaag om 9:15 ochtends. Is hij voor ingepland. Oh. Dat is vrij bijzonder. We gaan het zien. Ja, we hebben hem. Oh my god. Zo leuk. Ik ben even lekker aan het koken. En ik had van Hak zo'n soort kant-en-klare linzen curry ding gemaakt. Gekregen. Het is echt zo lekker. Het ruikt echt helemaal naar een soort curry. Echt, het ruikt zo lekker. En ik heb daar ook wat kipstukjes doorheen. En ik heb hier lekker rijst. Echt super. Echt binnen 10 minuten heb je dit gemaakt. En het is echt mega lekker. Dus super chill. En ik ben echt, ja, de hele... Het is echt... Ik heb gevoel de saaiste week vroeg ooit, want ik ben gewoon de hele dag dingen aan het regelen voor mijn website. Het is gewoon bizar. Ik ga even proeven nog een keer. Mmm. Ja, het smaakt gewoon net naar een soort butter chicken. Amazing.
Kijk, het is helemaal klaar. Jam. Goedemorgen, het is Friday. En ik heb ontploft. Ik ben weer alleen maar de hele tijd hier aan mijn bureau. Aan het werk. Hard aan het werk, want ja, we gaan zondag live. Dus dit zijn gewoon hele saaie dagen. Nou, ik vind het echt geweldig, maar ik kan niet heel veel filmen. Ik ga wel vanmiddag leuk een run doen met Coco. En daarna gaan we lekker in de sauna. En vanavond gaan we all you can eat sushi eten. Dat heb ik trouwens lang niet op. Oeh. All you can eat sushi. Ziekenhuis wordt dat toch? Zoveel zin in. Helemaal lekker ook na een long run. Als ik een long run heb gedaan, heb ik de hele honger. Tussen de 12 en 16 denk ik. Zo, met Coco. Nou, kijk aan mijn nieuwe mok van de Starbucks. Het is toch echt wat je wil. Maar ik heb echt, ik denk langer dan een jaar al geen... Oh, je kunt niet sushi op jij staan? Nee, ik ook niet, man. Echt leuk. Ja. Echt leuk. Ga lekker naar Shabu Shabu. Echt, I love it. Gaan we zitten met familie. Dus, en zondag gaan we live. Ah, die wacht. Ik werd vanochtend om 7 uur voor mijn wekker wakker. Omdat ik gewoon zo zenuwachtig ben. Nou, ik heb mijn... omgekleed voor de run. Ik heb onder mijn legging mijn stoks aan. Want ja, ik wil wel gewoon heel graag mijn stoks aan met een long run. Dus dan gaan we er vandoor. Ja. Goedemorgen of goedemiddag. Het is zaterdag. Ik heb net lekker een Hyrox lesje gehad. Het was echt top. En ik heb nu echt de uitvinding van de eeuw, jongens. Ik heb deze shake gemaakt. En dit is met de Vanille Way van Vitakruid. My best, baby, Vitakruid. Die Vanille Way smaakt oprecht naar een vanille milkshake. Het smaakt oprecht naar een Mackie vanille milkshake. Je hebt alleen water toe te voegen. En je hebt echt een mega lekker creamy, romige vanille milkshake. I stepped on my game. Ik heb dus sinds kort een blender. En ik heb nu 1,5 scoop vanille whey. Water, ijsklontje, een banaan en kaneel. En dan heb je zo een lekkere shake. Dit is gewoon niet normaal. Dit is niet normaal lekker. Mmm. Banaan, kaneel is sowieso echt verrukkelijk. Maar mmm. Die vanille whey maakt het super zoet. 30 gram eiwit of zo. Nou, echt. Amazing. Ik kan met mijn code Sarah altijd shoppen met korting bij Vitakruid. Krijg 10% korting. Dat is een doorlopende korting. Geldt altijd. Link staat in de beschrijving. Ja, ik zou echt gewoon echt niet omdat jullie die van jullie portemonnee wil zijn. Maar het is gewoon echt een super goede new way. En Vitakruid gebruikt alleen maar eerlijke natuurlijke producten. Er zitten geen chemische stoffen en weet ik het allemaal in. Het is gewoon echt, ja, het is gewoon top. I love it. Mmm. Alright, ik heb me klaargemaakt voor de graduation party van Maggie. Ik heb natuurlijk allemaal redefined in oorbellen, een watchbandje en armband. Maxter! We zijn live. Ik wilde eigenlijk filmen dat we live gingen, maar het ging allemaal weer last minute, allemaal weer veel te snel. We zijn letterlijk 5 minuten live en we hebben al 2 bestellingen. Yeah! Ik ben zo blij. Alle zenuwen zijn weg. Jongens, ik was vanochtend zo zenuwachtig dat ik gewoon krampen in mijn buik had. Gewoon buikpijn, misselijk. Ik dacht echt, ik ga gewoon kotsen omdat ik zo zenuwachtig was. But we are live. Yeah, 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 yeah. Mijn dag kan niet meer stuk. Oh my god, guys. Het is inmiddels alweer dinsdag. Volgende week, ik ben natuurlijk live gegaan. Daarna had ik een brunch voor mijn oma. En daarna heb ik de hele dag, 11 uur 's avonds, van 4 tot 11, live orders ingepakt. En ik heb gewoon helemaal niet meer gevlogd. Het is gewoon echt helemaal aan me voorbij gegaan omdat ik gewoon zo druk was. Maar... ik heb geen betere eerste dag kunnen bestellen. Ik had 100 bestellingen op de eerste dag. Ik heb nu inmiddels al iets van 140 bestellingen. Gisteren ook gewoon weer 40 bestellingen. Het is gewoon onwerkelijk niet normaal. De Apple Watch bandjes gaan als een tierendier. Ik heb deze week launch 15. Dus 15% korting op de hele website. Niet normaal. En kijk, ik heb hier van gisteravond ook weer allemaal pakketjes ingepakt. Staat hier allemaal helemaal klaar en ready voor het inpakken. Echt mega, mega leuk. Ja. Ik vind het gewoon niet normaal. Vergeet zeker niet mij te supporten door me te volgen op mijn Instagram, redefinedelegance.nl. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Ik moet nu ook nog wat pakketjes inpakken. En ja, that's it eigenlijk. Helemaal leuk. En ik wil hierbij de vlog afsluiten, want het is natuurlijk alweer dinsdag.
Dus heel erg bedankt voor het kijken. Het was echt een hele hectische, maar geweldige week. Heel veel gewerkt, heel veel voor Redefined. Maar dat is natuurlijk ook logisch. Ik wil jullie nog even één ding laten zien. Kijk, ik heb deze superleuke verpakkingen. Ik heb geen plastic verpakkingen. Kijk, dit is het leuke doosje voor de sieraden. Prachtig. En die krijg je dus in zo'n leuk zakje. En dit zakje gaat dan weer in dit doosje. En ik heb net een video gemaakt, ook een pakketje inpak. Ik vind het gewoon helemaal leuk. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Op mijn kanaal te abonneren en me te supporten. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Well, miss, I guess I'll be on my way now.